Woensdagavond om 8 uur is er op het kasteel in Wijchen een informatieavond over hoe de gemeente Wijchen en Druten de schuldenlast van inwoners willen gaan aanpakken. Ook moeten mensen zich over de schaamte heen zetten en wil de gemeente inwoners graag gaan helpen met het verminderen van de schulden. Evi van Hemmen is een van de organisatoren en weet precies wat de bedoeling is van de informatieavond. Morgenavond organiseren wij, dat zijn de gemeente Druten en de gemeente Wijchen, een avond over schulden. En met name om de schaamte voorbij te gaan. Het moet eigenlijk eens gewoon afgelopen zijn met het probleem dat mensen in schulden ervaren om hulp te vragen. En vaak een van de belangrijkste oorzaken is dat schaamte aan ten grondslag ligt. En dat wordt ook gevoed door de media, door hoe we met elkaar communiceren en praten over schulden. En het draagt niet bij aan het verlagen van de drempels die mensen ervaren. En daarnaast is het natuurlijk de belangrijkste oorzaak of de belangrijkste reden dat het probleem toch wel gigantisch groot is. En het is ontzettend moeilijk om de mensen te vinden. En we willen morgen met elkaar in dialoog kijken van hoe kunnen we met elkaar nog meer mensen bereiken en dus nog meer mensen helpen. De belangrijkste reden is dus dat het probleem groot is en het moeilijk is om mensen te vinden die schulden hebben. Ook raadsleden zijn aanwezig bij de informatieavond. Er is dan een belangrijke rol weggelegd voor de raadsleden om met elkaar de dialoog aan te gaan.